Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Albasijn, Domburg Sportprijs in Holland, Hauser Consultancy Support, Apotheek Hoefkade en Asta Casino. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. En in dit programma besteden we aandacht aan het amateurvoetbal van hoog tot laag. Wat kunt u in deze editie verwachten? Aandacht voor zaterdag vierde klasse KSD Marine. Vorig seizoen pakte de club de districtsbeker in de categorie 2. Bovendien deed het mee in de nacompetitie, maar een plek in de derde klasse werd net gemist. Dit seizoen moest het dan gebeuren. KSD Marine is nu echter terug te vinden op de zevende plaats. Ook in de strijd om de periodetitels speelde KSD Marine geen rol van betekenis. Haaglanden Voetbal zocht Fred van der Luitgaarde op om terug te blikken, maar vooral ook om vooruit te kijken. Ook aandacht voor de competitie, want in diverse klassen is het bijzonder spannend, zowel bovenin als onderin. Haaglanden Voetbal was zondag bij het duel in 2C tussen Wilhelmus en Tak 90. Er was veel publiek op afgekomen en dat maakte TAC-voorzitter Raymond Karadzicin blij. Maar ook het publiek was de winnaar. Na het door TAC met 3-2 gewonnen duel spraken wij met de beide trainers Faisal Soekhai en Heiko Herbert. En ook in deze aflevering de glazen bol van Rob. Rob Blankenstein voorspelt met een 1, een 2 of een 3 een vijftal wedstrijden en motiveert zijn voorspelling. Hoe anders had KSD Marine zich dit seizoen voorgesteld? Vorig seizoen pakte de ploeg nog de districtsbeker in de categorie 2. Ook deed het mee in de nacompetitie voor een plaats in de derde klasse. Dat lukte toen net niet. Dus dit seizoen moest het seizoen worden voor KSD Marine. Maar als we naar de ranglijst kijken, dan vinden we de ploeg terug op een bescheiden zevende plek. En ook in de strijd om de periodetitels kon KSD Marine geen potten breken. Rob Blankenstein ging naar de club en sprak met trainer Fred van der Luitgaarde over het voorseizoen, dit seizoen en hij kijkt ook vooruit. Fred, het seizoen is bijna voorbij. Vorig seizoen finale de districtsbeker van de KNVB gewonnen. Via promotie naar de derde klas is net niet gelukt. Dan moet dit seizoen toch een tegenvaller zijn. Ja, dat is zeker een tegenvaller. Dat doet je gewoon zeer. Want we hebben nagenoeg een aantal spelers nog erbij gekregen. We hebben een hele mooie groep, maar we spelen eigenlijk elke week gelijkwaardig of misschien nog wel beter als elke tegenstander. Alleen je moet hem wel afmaken. Als je toch even terugkijkt naar het vorige seizoen, wat is dan zo anders in vergelijking met dit seizoen? Wat anders is, wat ik vind, is dat wij geen Haagse pool hebben. We zitten in een Leidse pool. En ik denk dat de Leidse pool erg onderschat is, want de bovenste zeven, dat zijn aardige ploegen. Als je kijkt naar de pool bijvoorbeeld waar nu Loosduin in zit en Verburg. Verburg is natuurlijk ook een vereniging die de stap heeft gemaakt van de zondag naar de zaterdag. Dat heb je min of meer bij jullie in die pool met UVS ook. Ja, dat klopt. Maar die Leidse pool, ik vind, daar zitten een aantal ploegen tussen. Zoals Hazewoudense Boys, VVSB, Luchtdunum. Ja, dat zijn wel wat ik wel vind, ploegen die wat ik vind een stap verder zijn als dat ik verleden jaar in de andere pool heb meegemaakt. Als je nu kijkt qua beleving binnen je groep, vorig seizoen kon het eigenlijk niet beter. Waarom is dan die stap naar die derde klasse? En dan dit seizoen, merk je dan toch het verschil qua instelling, qua sfeer? Ja, je merkt dat wij, we gaan nergens meer voor. En dat is gewoon heel duidelijk te merken. Dus daar moet je als trainer dus best wel je babbeltje voor hebben. Want dat doet zeer, doet voor hun zeer, maar doet voor mezelf ook zeer. En doet voor de club ook zeer. Want 2 jaar doen we het eigenlijk fantastisch. En dit jaar speel je eigenlijk in de laatste fase voor spek en bonen. Je hebt natuurlijk met je bestuur een bepaalde doelstelling afgesproken. Nou, die waren natuurlijk ook helemaal in de wolken vorig seizoen. Merk je daar toch iets van teleurstelling? Er is wel teleurstelling, maar niet in die zin van dat een negatief gevoel geeft. Want dat is absoluut niet zo. Ze zijn heel enthousiast, want anders willen ze ook niet een jaar nog met jou verder. Of ik met de club verder. Dus we hebben nog een jaar verder. Dus wie weet dat we dan wel die doelstelling halen, maar dat is nog ver kijken.
Wat moet er veranderen ten opzichte van dit seizoen als je kijkt naar het nieuwe seizoen? Nou, wat er moet veranderen is dat we de ballen erin schieten. Want het is, bij Vlaag is het genieten hoe we spelen, maar je moet hem wel afmaken. En, niet dat ik mijn spitsen ga aanvallen, maar als je kansen niet benut, dan geef je op een of andere manier geef je zelf wat weg. Want we hebben zo vaak verloren in de laatste 10 minuten, dat is gewoon verschrikkelijk. Een hoop verenigingen zijn zich al aan het oriënteren voor volgend seizoen. Gaan er gesprekken aan met spelers. Hoe staat het met jou, KSD Marine en mogelijke potentiële versterkingen? Nou, KSD Marine, we hebben een vrij grote selectie voor de eerste groep. En daar gaat er één van weg, dat is Brian Koster, die gaat naar Naaldwijk. Een fantastische voetballer, we gaan hem ook heel erg missen. Maar ik gun hem wel die stap die hij wil gaan maken. En we zijn nog niet echt direct in onderhandeling met de andere spelers. Maar we hebben best wel een vrij grote groep. En er zal hopelijk wel misschien een spits bij komen. En misschien een keeper, want een tweede keeper ja, die hebben we haast niet. Dus ik heb er wel één, maar dat is eigenlijk ook weer een speler. Dus daar zijn we mee aan het knutselen. Toch even terugkijken in je trainerscarrière. Je hebt onder meer gezeten bij HMSH. Een vereniging die het enorm moeilijk heeft momenteel. Hoe kijk jij daar tegenaan als betrekkelijke buitenstaander? Ja, ik heb natuurlijk 3 jaar bij HMSH gezeten. In het laatste jaar werden we kampioen. Dat is zo mooi en het was ook zo'n mooie club. En dat zo langzaam doodbloeit, dat doet me gewoon verschrikkelijk zeer. Want dat was echt een volksclub. Echt, want daar waren gewoon altijd elke week als we thuis speelden gewoon heel veel mensen. En ik vind het gewoon heel erg jammer dat dit gebeurt. Veel verenigingen maken de stap van de zondag naar de zaterdag. Nou, komend seizoen gaat dat weer gebeuren met Schipluiden bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft, het niveau in die vierde klasse, want iedereen moet beginnen in die vierde klasse, wordt steeds hoger. Nou, dat klopt ook. En je moet echt met kop en schouder bovenuit springen. Wil je die promotie maken? Want er doen al een aantal clubs denken dat te halen. Dat dachten wij ook. Dus je kan wel heel veel nieuwe spelers halen om in die zaterdag te gaan voetballen. Of vanaf een zondag naar een zaterdag te gaan. Maar dat zaterdagvoetbal en in die vierde klasse is toch een heel ander verhaal. Want daar is het fysiek harder. En ik denk dat je dan minder aan voetbal toekomt. Dus niet iedereen moet maar denken van we gaan naar die zaterdag toe en we doen het wel even. Om het af te sluiten, toch even naar het komende seizoen kijkend. Je zegt van we hebben afgelopen seizoen gespeeld in die Leidse pool. Hebben jullie al intern bepaald wat jullie willen komend seizoen? Een Haagse pool of een Rotterdamse pool of een Leidse pool? Nou, wij willen heel graag de Haagse pool. Dat heb ik ook bij bestuur aangegeven. En ook die vraag ingelegd bij de KNVB of dat mogelijk was. Want volgens mij ging het om afstanden. Want we hebben de keuze niet gemaakt naar de Leidse pool. Maar we willen eigenlijk gewoon heel graag in die Haagse pool spelen. Want dan heb je derbies. En dat is gewoon voor de club beter, voor de spelers beter en voor de motivatie beter. Het slot van de competitie staat voor de deur. En met nog 2 wedstrijden te gaan is het in diverse klassen bijzonder spannend. Zowel bovenin als onderin. Afgelopen zondag was een belangrijke wedstrijd in 2C tussen TAC 90 en Wilhelmus. Zo'n 1000 man waren naar de Roemer Visserstraat gekomen om die wedstrijd te bekijken. En dat maakte van TAC 90 voorzitter Raymond Karadzicing een blij man. Raymond, terwijl de tweede helft draait, deze wedstrijd, volle bak, hebben jullie nog extra maatregelen moeten nemen? Nou, zoals je ziet dat de drukte bij de tweede klasse toeneemt. Heel veel mensen komen erop af, ook niet-TAC supporters en van Wilhelmus in dit geval. Dus inderdaad, wij hebben dan een hele team die we nu eigenlijk ook opleiden, ook leren. En hoe we dan zeg maar, de wedstrijd goed kunnen begeleiden. Nou, tel zo toch wel zo'n 1000 mensen. Ik heb al gezien dat jullie de nodige stewards hebben lopen. Ja. We hebben ook vooraf de wedstrijd met ze doorgenomen. Wat er allemaal gedaan moet worden, wat we verwachten. Dat iedereen op zijn gemak voelt. En ook de jongens in het veld, de leiding om het publiek te spreken. Je mag best supporten, maar gewoon op een normale, mooie manier om een mooie wedstrijd te hebben. Je zegt al, veel mensen, veel voetballiefhebbers, ook niet lid zijn van de TAC of Wilhelmus zijn aanwezig. Brengt ook weer veel scouts hier naartoe. Hè? Want ja, als je in de picture staat, dan... Aanzien ook op je spelers. Dat is waar. En voor ons is het een reclame. Het is een keerzijde. Maar iedereen is welkom. Want het betekent ook dat trainers komen, scouts komen, de club, de naam komt in de media. Dus positief. En dat heeft weer werking. Dat er natuurlijk jongens makkelijker drempel overstappen en bij de club komen. Dus het heeft 2 kanten de werking. Tot slot,
positie achter het doel van de tegenstander. Is dat een vaste plek voor je? Dat is altijd voor mij vaste prik bij de tegenstander achter. Want dan heb ik het, echt het geloof dat hij erin vliegt. En die vele toeschouwers daar aan de Roemer Visserstraat kregen alles wat een wedstrijd nodig heeft. 5 doelpunten, een afgekeurde treffer, bal op paal en lat, een goede scheidsrechter en 2 teams die streden voor de volle buit. Na afloop spraken we met een natuurlijk blije winnende trainer, Faisal Soekhai. Faisal, ben je al gedoucht? Ja, dat kan je wel zeggen. Ik kreeg alles over me heen. Ik zat net een praatje te doen en dan kreeg ik een slok bier in mijn mond gegooid. Ga die wedstrijd eens even terughalen. Jullie werden geruggesteund door een lekkere snelle 1-0. Ja, dat wel. We weten gewoon dat als je snel 1-0 maakt, dan heb je wat adem. Dan moet de tegenpartij weer komen. En dat gebeurde ook. Alleen, we hadden niet gerekend op die 1-1. Maar goed, Wilhelm is ook een goede ploeg. Ja, maar die viel eigenlijk uit niets, die 1-1. Klopt. Ik zag het wel een beetje aankomen. Er was een speler die kwam uit de rug van mijn centrale verdediger. Ja. En dan zat hij er goed bij, dus nogmaals, verdient die 1-1, maar ja, dan moet je verder. De eerste helft lag het spel regelmatig stil vanwege blessures. Dat kwam natuurlijk jullie spel niet ten goede. Nee, eigenlijk niet. Je weet hoe het zoiets kan lopen. Hè. Op een gegeven moment kan het tegen je werken, zeker aan het einde ook. En dan worden alleen maar extra minuten gerekend. Dus het liefst speel ik gewoon lekker door. Weet je. Maar ook in de tweede helft hoor. Ik had ook gezien dat de spelers van mij op een gegeven moment ook nog wel eens wat last kregen. Dus die ook gingen liggen. Maar ik zag het liever gewoon sneller hervat worden. Dus dan had je ook niet zo lang door moeten te voetballen. Krijgen we dan de tweede helft. Jullie komen op een gegeven moment op 2-1. Ja, iedereen denkt glaszuiver doelpunt, ja. Maar er wordt geannuleerd. Ja, dat is zeker een domper. We zaten lekker weer in de wedstrijd. We wisten gewoon dat als je gewoon blijft voetballen, dan komen de kansen vanzelf. En dan zie je die 2-1. En zeker in zo'n beladen wedstrijd. Ja, en dan is het jammer dat die dan wordt afgekeurd. Ik kon het niet goed zien of het echt een buitenspel doelpunt was. Nee. Het was wellicht het enige foutje van de scheidsrechter, want ik vond het verder toch wel knap fluit. Het was geen makkelijke wedstrijd. Nee, zeker niet. Ik heb hem ook gefeliciteerd. Prima, prima man hoor. Hij heeft het op zich goed gedaan. Dus wat dat betreft, pluim. Ja, goed, een dikke voldoende. Ja. Goed, jullie maken 2-1, 3-1. Ja, dan denk je, de wedstrijd is gelopen. Ja, zeker. We hadden zelfs nog meer kansen om het af te maken. Maar dat is weer zo jammer bij TAC. En dan laat je ze toch weer even proeven aan het feit van dat ze weer naar een overwinning of langzij kunnen komen. Dat vind ik af en toe jammer. Maar ja, het gebeurt. Dus zonde. Het wordt dan nog spannend, want Wilhelmus, een vrije schop van richting veranderd. 3-2. Ja. En heel veel tijd erbij. Zeker, dus en dan hopen dat je dan uit die kansen eigenlijk kan counteren. En dat hebben we laten zien. Alleen, je moet scherp zijn. Als je die gewoon maakt, dan is het niet gek als je misschien met 2-5 een uitslag ziet staan. Ja. Dus, goed, 3-2 gewonnen. Ja. Wedstrijd, reclame voor het amateurvoetbal met zoveel publiek. Zeker, ik denk degene die vandaag erbij zou zijn geweest, heeft een hele spannende pot gezien. En met de entourage erbij, ja, wat kun je nog meer joh. Het is gewoon 1,5 feest. TAC 90, nu bovenaan, staat op voorsprong. Ja. Je hebt alles in eigen hand. Zeker, met 1 punt. En dan krijgen we nog loodzware wedstrijden. Ook de anderen kunnen steekjes laten vallen. Of iemand stijgt in één keer uit zijn doen en die pakken in één keer punten. Dus je weet het niet welke kant op gaan. Maar wij gaan er in ieder geval alles aan zetten om die laatste 2 wedstrijden ook nog eens over de streep te brengen. Trainer Faisal Soekhai van TAC 90. Zijn ploeg is nu de nieuwe koploper en Wilhelmus staat op 2 punten. TAC moet zondag naar BMT. Geen gemakkelijke wedstrijd en Wilhelmus gaat het opnemen in Delft bij Concordia. Het duurde even voordat de trainer van Wilhelmus, Heiko Herbert, bij onze camera en microfoon verscheen. Hij moest de spelers in de kleedkamer nog even bijstaan. Maar was zijn team eigenlijk niet te afwachtend begonnen aan de wedstrijd?
Ja, toch wel om niet echt tak onder druk te zetten, maar wel wat verder van de goal af te spelen. Dus wat dat betreft beviel mij dat ook niet echt, dat we te afwachtend begonnen. En ik denk dat, dat je daardoor ook 1-0 achter komt. Die viel al vrij snel, dat doelpunt. Ja, dat klopt. En vervolgens heb ik toch heel duidelijk gezegd tegen mijn middenvelders om meer vooruit te spelen. En ook de laatste linie. En je zag ook dat we daarna weer grip op het spel kregen. En denk ook een terechte 1-1 die toen volgde. Ja. Ja, en vlak voor rust, ja, dan kon die wedstrijd nog allebei de kanten op. Tak een goede kans, maar jullie ook nog een prima mogelijkheid. Ja, nou, ik denk dat eigenlijk heel de wedstrijd zo was natuurlijk, dat die alle kanten op kon. En ja, net als, nou, dat heb je nog niet gevraagd natuurlijk, maar de tweede helft, ja, dan kop je zelf op de lat. En dat soort ballen moeten er dan net invallen en dan kom je op voorsprong en dan wordt het een andere wedstrijd en dan kom je 2-1 achter. En gelijk ook 3-1. En dat doet pijn dan. Daar zaten we echt in een hele moeilijke fase op dat moment. Vlak daarvoor werd het al 2-1. Ja, iedereen dacht doelpunten voor Tak. Ook jullie grensrechter reageerde niet. Maar de scheidsrechter keurde hem af. Ja, ik kon het niet goed zien. Het leek mij ook buitenspel. Maar ja, ik kan er niet over oordelen. Ik zat veel te ver weg. Dus wat dat betreft was ik heel blij. Je ziet dat zij gewoon uit momenten kunnen zij in één keer gevaarlijk zijn. Dan gaat het tempo omhoog. En dan kan je zomaar achterkomen. Nou ja, dat gebeurde ook bij de 2-1 en de 3-1 natuurlijk. Waar we toch eigenlijk vrij sullig. Met name de, ja, vooral de tweede. Ja. Vooral de 2-1 natuurlijk was vrij sullig dat we dat weggaven. Ja. Maar goed, 3-1 achter. Een hoop mensen denken van, nou, de gelopen koers. En dan een vrije schop van Ahmed Akbulut. Van richting veranderd en je bent weer terug in de wedstrijd. Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Je zit er eigenlijk weer helemaal in. En dan heb je nog een kwartier te spelen. Dus ja, dan is het erop of eronder. En ik denk, ja, helaas is dat laatste geworden. De linies, zoals dat zo mooi heet, worden groter. En het spelveld werd heel lang natuurlijk. En ja, je bent wat aan het gokken. Ja, maar het bleef wel spannend, hè? Heel veel extra tijd erbij, terecht. Maar ja, hij kon nog steeds vallen die gelijk maken. Ja, dat heb ik uiteindelijk geprobeerd met lange mensen voor in te zetten. En om dan toch daar een bal te winnen. En die moet dan goed vallen. En dat je dan uit een kluts scoort. En ja, daarvoor hebben we nog één keer op de lat gekopt natuurlijk. En Langeveld nog een keer een schot recht op de keeper. Ja, als die de hoek in gaat, ziet hij misschien ook. En ja, dan valt het net niet goed. Blijft spannend, al moeten jullie nu een beetje in de wachtkamer plaatsnemen. Ja, ik heb ook gezegd, voor de wedstrijd zei ik van als je vandaag wint, dan sta je met de één been in de eerste klas. En vandaag zit je gewoon heel erg in de wachtkamer. En ik geloof eerlijk gezegd niet meer dat Tak het uit handen geeft, ondanks dat ze volgende week tegen BMT moeten. Maar ja, de trainer van BMT heeft ooit gezegd van ik gun het Tak liever dan Wilhelmus. Dus nou ja, dat zullen we volgende week dan ook zien in de uitslag. Tot zover de trainer van Wilhelmus, Heiko Herbert. En in 2C zijn er overigens nog twee ploegen die meedoen bovenin Vuk en Vorreholte. We gaan afwachten wat dat gaat worden. Tijd nu voor de glazen bol. We pikken er weer 5 wedstrijden uit. Rob Blankenstein geeft zijn voorspelling en motiveert ook waarom die is gekomen tot een 1, een 2 of een 3. Dan nu de wedstrijden voor het komend weekend. Te beginnen in de zaterdag eerste klas GHC tegen DSO. DSO natuurlijk afgelopen zaterdag een 10-0 nederlaag. Dat hakte natuurlijk aardig in. En GHC ging ook met 2-0 onderuit bij Forum Sport. Nou, DSO die zie ik het niet meer redden. GHC die heeft nog alle kansen natuurlijk op na-competitievoetbal in de vorm van PD-wedstrijden. Dus ik hou het op 1. Dan in 2C Vitesse Delft tegen Sportclub Monster. Interessante duel Vitesse Delft. Sinds afgelopen zaterdag weer koploper door het puntenverlies van BVCB tegen VDL. Monster moet sowieso ook de punten blijven halen. Hebben ze afgelopen zaterdag wel gedaan tegen Lira. Om gevrijwaard te blijven van PD-voetbal. Eerste wedstrijd destijds eindigde in een 2-0 overwinning op Sportpark Polanen voor de bezoekers. Ik houd nu weer op winst voor de Delftenaren, dus een 1. Gaan we naar het zondagvoetbal in de tweede klas Concordia-Wilhelmus. Concordia-Wilhelmus, een duel die voor Concordia eigenlijk, ja, in theorie kunnen ze nog wel wat, maar in praktijk zal het tegenvallen, denk ik. Die gaan gewoon degraderen naar de derde klas. Wilhelmus moet zich zien te herpakken na de nederlaag tegen Tak 90. Dan willen ze ook nog mee blijven doen voor die titel, dus ik houd het op een 2. In dezelfde klasse BMT tegen Tak 90.
Tak 90 sinds afgelopen zondag weer koploper. Is geen gemakkelijke wedstrijd. Destijds de eerste wedstrijd 2 tegen 2. BMT heeft nog punten nodig om vrijheid te blijven van de PD voetbal. Om de spanning op te voeren tot de laatste zondag hou ik het op een gelijkspel, een drietje. En dan de laatste wedstrijd, een topper in de derde klasse, Fullspeed tegen de Laakkwartier. Laakkwartier ging onderuit afgelopen zondag tegen ODB, maar hadden de mazzel dat Olivio verloor en Fullspeed gelijk speelde. Ja, Laakkwartier de laatste weken helemaal van slag. Ik denk ook niet dat ze het gaan redden tegen Fullspeed. Ik houd het op een 1. Dan gaan we het even samenvatten. GRC tegen DSO een 1. Vitesse Delft tegen Sportclub Monster ook een 1. Concordia Wilhelmus een 2. BMT Tak 90 een 3 en Volspeed tegen Laakkwartier een 1. We gaan kijken hoeveel Rob er goed heeft. Vorige week had hij in ieder geval 3 goed. En met de glazen bol van Rob zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. Het laatste voetbalnieuws, dat weet u, kunt u iedere dag terugzien op haaglandenvoetbal.nl. En op die website natuurlijk ook het programma wat u nu gezien heeft. U kunt er terugkijken. En aanstaande vrijdag zijn we er weer bij Regio TV Info Thuis. En dan met Haaglanden Voetbal aan tafel. Een programma dat we opnamen bij DHC. Volledig ook gewijd aan de Delftse hoofdklasser. Hartelijk dank voor uw aandacht. Wat dit programma betreft graag tot volgende week woensdag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Alba Sign, Domburg Sportprijzen Holland, Hauser Consultancy Support, Apotheekhoefkade en Asta Casino.